was me, James. The author of all your pain. Dit was de trailer. Wij moeten nog een weekje op Spectre wachten. Maar filmrecensent Marco Weijers heeft de nieuwe Bond nu al gezien. You lucky man. Jij mag Bastard zeggen. Ja, mag ik Bastard zeggen? Nou, Bastard dan. Hoe was die? Ja, samengevat, Bond has more fun. Maar wel wat veel gerecyclede ideeën. Oké. Okay. En heb je nog wat verrassingen gezien? Nou ja, die zijn er gelukkig ook. Want het is de duurste Bondfilm ooit gemaakt. Meer dan 250 miljoen dollar heeft gekost naar verluid. En de langste ook, hè? En hij is 148 minuten. Ik heb ze niet allemaal op een rijtje, maar het is ongeveer een van de langste, denk ik. En het is een uitstekende, het is gelikt vermaakje. Die 2,5 uur, die vliegen werkelijk voorbij. Het begint in Mexico, waar we zagen net een stukje in de trailer van het begin. Waar die aan een schurk een ring ontfutselt en op die ring staat een tekentje van een octopus. Nou, die octopus staat voor een organisatie, Spectre, daar komt de titel weer voorbij. En hij volgt die aanwijzing via Rome, waar die nog eventjes weduwe Monica Bellucci verleidt. Via Oostenrijk, uiteindelijk naar Marokko. En daar staat hij op de hart van een samenzwering. Een heel moderne samenzwering. Het gaat over surveillance, zeg maar digitale spionage, waar zelfs Edward Snowden nog nachtmerrie van zou krijgen. Okay, je moet niet te veel vertellen. Hè, want dan verklap je mogelijk iets. Je hebt hem net gezien, dus zit er vers in je geheugen. Hoeveel sterren geef je? Ik geef hem 4 sterren. En ik zal ook uitleggen waarom. Daniel Craig is grappiger dan in vorige film. Je ziet hem meer lachen. In het algemeen zit er iets meer humor in. En er zit een heel goed ritme in de film. De scènes, de spectaculaire scènes, de stunts, die doen een beetje soms gerecycled aan. We glijden weer van een berg af in een heleboel voertuigen. Dat zien we in heel veel Bondfilms. We hebben weer een spectaculaire, weliswaar gevecht in een rijdende trein. Heel veel explosies, maar liefst 2 tikkende tijdklokken aan het einde. Het vliegt voorbij, maar helemaal origineel voelt het niet.